voor Suez, maar ook voor Harvey, is het steeds belangrijker om zeg maar, de afvalstromen die wij inzamelen, om daar uiteindelijk weer grondstoffen voor te maken om nieuwe producten te ontwikkelen. De truc is op dit moment zo ontwikkeld dat we dat ook tot stand kunnen brengen. Dus alle stromen worden apart ingezameld en worden apart daarna zeg maar, geclusterd en gebracht naar de verwerkers. De hybride die heeft mijn werk zeker veranderd. Ja, het is natuurlijk een stuk stiller geworden. Je hebt minder uitstoot in de steden. Mensen reageren er positief op, want het is allemaal vernieuwend en innoverend. En mensen zien toch graag dat de bedrijven daarmee bezig zijn. En dat bevalt me en het rijdt gewoon heel lekker. We have a great partnership for years and years, I think over 25 years with Harvey, where we are serving the company McDonald's. And we are really collaborating to improve our services to McDonald's over and over again. This hybrid truck that was just delivered is a great example of it. And it's also a great example of the strategy we follow as Suez, building our strategy to 2030 to have possibly an emission-free fleet. If we talk about collaboration, partnership, you can't do it alone. For example, with inner city logistics, things which are happening now within the Netherlands, you have to do it together. So together with McDonald's, together with Suez, together with Scania and Harvey as well, we are able to move forward to develop the market itself. And we, as big brands, have to push that into the market. Voor de truck aan zich, het milieu, uitstoot, CO2, NOx'en, willen wij met Harvey de komende jaren elk jaar een nieuwe stap maken. Zodat uiteindelijk het milieu en de lucht schoner worden. Well, somewhere between, well said, 10 to 15 years. The emission is not allowed anymore in the inner cities, and we'll need it to have a bright future in our climate.